Beslotenhofjes zijn 16e eeuwse retabelkasten uit Mechelen, waar honderden objecten in worden bewaard. Het zijn eigenlijk devotionele retabelkasten die gebruikt worden voor het privédevotie van de gasthuiszusters. Hofjes als een soort nonnenkunst, niet als een volwaardige kunst gezien, niet als een object die in het kanon van de kunstgeschiedenis een plaats gaat. En ik denk dat we door het onderzoek en het conservatieproject en de grote focus die we krijgen vanuit genderstudies, maar ook vanuit kunstwetenschappen, vanuit technische wetenschappen, nu heel duidelijk hebben kunnen aantonen dat het veel meer is dan huiselijk huisvlijt of nonnenkunst. Het is werkelijk een hele complexe mixed media installatiekunst die zich in de 16e eeuw heeft ontwikkeld. Ik heb de twee hofjes voor het eerst gezien in de tentoonstelling Utopia in Leuven. Ik ervaarde een schoonheidservaring toen ik daarvoor stond en daar probeerde naar te kijken en dat probeerde te begrijpen. En wat mij het meest ontroerde was dat ik er absoluut geen vat op had naar wat ik aan het kijken was en het gevoel had dat die kasten helemaal opgetast waren door de jaren heen. Dat niet was zoals naar een ander meesterwerk kijken, wat getoond wordt in een museum als een staat van zijn. Dat is af en door de eeuwen heen verandert daar niets meer aan. En als ik naar die hofjes keek, had ik het gevoel dat daar constant dingen aan waren toegevoegd, waardoor dat mysterie van die kast eigenlijk veel groter werd. Voor mij was dat een heel mysterieuze wereld. En vooral als ik dan wist dat het de tuin van Eden voorstelde, dat was zo contradictorisch eigenlijk met die cellen van die zusters die dan in hun eigen cel zoiets hadden als het besloten hofje dat ze opendeden om een verbinding te hebben eigenlijk met de wereld. Na een bezoek van Utopia heeft Lieve mij meegebracht naar hier in hun werkkamer waar dat ze bezig waren die hofjes aan het restaureren. En toen is er bij mij nog veel meer gebeurd dan de eerste verwondering en het gevoel van die schoonheidservaring te willen vertalen in eigen werk. Hè. De manier waarop dat zij daarmee aan de slag gegaan zijn hier in dat restauratieatelier, dat heeft mij nog op een totaal andere manier laten kijken. In mijn werk werk ik altijd vanuit de schaal 1:1. Als ik een beeld maak, vertekenen van een menselijk figuur, dan is het figuur mijn schaal. Werk ik met een paard, dan is de vorm van een paard en de dimensie van een paard mijn schaal. Maar met die bloemen had ik iets van, ik kan niet werken met de schaal van 1:1. Dat is te klein. Die hofjes zijn in mijn hoofd geëxplodeerd en zijn iets helemaal anders geworden. En daar had ik een schaal voor nodig die eigenlijk dat toonde. En dan ben ik eigenlijk teruggekomen tot de afgietsels die ik gemaakt had op de vellen in Anderlecht, die uiteindelijk heel abstract zijn. Hè? Wanneer je die openlegt met de kant van die dicht bij het vlees zit, naar voren, naar boven, dan zie je daar heel mooie details in. Hoe dat vel eigenlijk ook een gelaagdheid vertoont. En die gelaagdheid, die heb ik ook altijd gezien in die bloemen. Die zijn vertrokken van, zoals Lieve mij vertelde, van een blaadje perkament en helemaal omsponnen met zijdedraad. Er is daar zilver in verwerkt. Dus heel die complexiteit van dat manierisme om dat mee te maken, moest ik eigenlijk zoeken in mijn eigen materiaal. Eigenlijk wil ik geen bloemen maken. Eigenlijk wil ik dat gevoel van die tuin der lusten en van wat ik zie in dat hofje vertalen in mijn werk. En dat is iets veel dichter bij de mens en bij menselijke gevoelens en bij onze fysiognomie.